Hey lieve YouTube-kijkers, vandaag heb ik een hele speciale video. Darcy ligt nog steeds in bed bij haar oma, omdat ze de hele dag niks mag doen. En ik ben hier in huis alles babyklaar en helemaal stofvrij aan het maken. Ik was bezig en ik kwam onze babykleding tegen en ik dacht misschien is het leuk om aan jullie te laten zien wat voor babykleding wij tot nu toe hebben. Zijn jullie klaar voor onze collectie babykleding wat wij tot nu toe hebben, wat waarschijnlijk nog veel meer gaat worden. Maar goed, dit is wat we tot nu toe hebben en laten we dat even zien. Normaal gesproken hebben vrouwen daar een betere naam voor. Een haul of zo, een soort van shop. Ik weet het niet. Ik ga nu in ieder geval alles laten zien. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie! Schattig. Met sokje. Oh, man, deze valt heel hard. Tenminste, hij valt niet uit elkaar. De knoopjes zitten gewoon. Klein jurkje. Klein vestje. Klein jurkje. Klein badjasje. Nog een met oortjes. Dus dat hebben we alvast binnen. Maar wat we ook hebben, jongens, speciale kleding voor tweelingen. En die komt nu. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie! Berenbillen. My dad is the bestest. I love my mom. Lots. Ja, daar was eigenlijk helemaal geen dubbele voor, maar... Dan gebeurt het weer. Zelf gemaakt door iemand. Deze. Bam! Tuinbroekje. En nog een tuinbroekje. Die past eigenlijk bij die berenkont broek die we hadden. Wacht, maar deze is helemaal niet roze. Nee, deze hebben we gekregen van Wendy, de vrouw van Paul. Nee, toen wisten we het geslacht nog niet. Maar we hadden wel alvast dit gekregen, dus dat is lief. Zoals je kunt zien hebben we echt al super veel kleding. En bij die tweelingkleding zagen jullie ook dat niet alles hetzelfde was. Ik weet ook niet of wij altijd gaan proberen om ze net iets anders te kleden. Want dat is voor ons gewoon fijner als ze net iets anders gekleed zijn. Dan halen we ze nooit door elkaar. Wat denk ik in het begin nog best wel kan gebeuren. Maar goed, dit was de kleding die wij tot nu toe hebben. En waarschijnlijk gaan we meer kleding krijgen. Maar dit is wat we tot nu toe hebben. We moeten ook nog even kijken of we wel alle maten hebben. Deze kleding, we kopen het en besef, ze dragen het waarschijnlijk maar een maand. Want dan zijn ze eruit gegroeid. Dus we moeten wel zorgen dat wij van alle maatjes een paar setjes hebben. Dat is belangrijk. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer mensen. Sowieso morgen met een nieuwe vlog. Doei doei!